Hoi, vandaag heb ik weer een maskervideo voor jullie. Dit keer in een andere setting. Ik dacht, waarom ga ik niet tegen het raam aan zitten? Een beetje met licht spelen. Het is een beetje donkerder, maar hier staat een lamp. Kijk, zo. Ik vind dat heel erg leuk om allemaal dingetjes te testen. Of zeg maar uit te proberen op licht en filmgebied en zo. Het masker dat ik vandaag ga aanbrengen is dit Strawberry Yogurt Mask. En het heeft de reden dat ik dit masker gebruik. Dit is namelijk een super hydraterend masker. Ik vlieg namelijk morgenmiddag naar Dubai. En als je gaat vliegen, wordt je huid altijd heel erg droog. En het leek me leuk om dat zeg maar nu dan te gebruiken. Te laten zien en dat we een beetje daarover kunnen kletsen. Dus ik ga hem aanbrengen. Dit masker is van Skinlight en die kocht ik ooit in Hongkong. Dat is ook alweer een jaar geleden, geloof ik. Ja, is een jaar geleden of 2 jaar geleden. Wauw, tijd gaat echt zo snel. Ik weet gewoon niet eens meer waar we leven. Maar goed, ik ga hem aanbrengen. Ik merk dus dat mijn huid altijd kurk en kurk droog wordt van het vliegen. En hoe langer de vlucht, hoe erger. Natuurlijk, als je zit lang in de lucht. Maar alleen al een korte vlucht, dat je echt... Weet je, dat is ook niet heel fijn voor je huid. Dus ik probeer altijd de dag ervoor een hydraterend masker te doen. En soms de dag zelf en heel soms in het vliegtuig. En ik weet het, dat... Dat ziet er natuurlijk gek uit, maar het is wel echt heel lekker. En ik merk dat als ik het bijvoorbeeld de dag ervoor doe, zoals nu, dan is het vandaag goed gehydrateerd. En dan morgen word ik wakker, doe ik een hele goede, dikke, voedende crème op. En dan ben ik ready to go. En dan tijdens het vliegen breng ik ook heel veel crème aan. Eigenlijk altijd die van Clinique of iets anders. Maar dat kleine gele, ik heb zeg maar een mini van die Clinique moisturizer, die is heel fijn. En ja, gewoon huid heel goed vet houden. En anders wordt het helemaal droog. En ik krijg het ook altijd in mijn neus. Weet je wel, dat het in mijn neus helemaal droog en pijnlijk wordt. Sowieso heb ik dat soms ineens. Dat je dan, zeg maar, hier bij het puntje, daar zo, dat het dan kapot gaat naar binnen. En dan doet dat zo'n pijn, dan voel je echt zo. En dat gebeurt soms ineens. En meestal als het heel erg koud is, of ik weet niet eigenlijk wat de reden kan zijn. En... ik weet niet, soms gaat dat dan, net als nu, deze is helemaal zeg maar naar buiten aan het worden naar buiten toe. Terwijl ik er echt vanaf blijf, omdat ik niet wil dat het erger wordt. Maar toch, oké. Zo, en wat er nog over is, dat smeer ik nu uit op mijn handen. En wordt het lekker zacht van, oeh, ze voelen nu al fluweel zacht. Goed, vliegen. Wat vinden jullie van vliegen? Zijn jullie bang voor vliegen? Vinden jullie het leuk? Heb je vaak gevlogen? Ik vind... vliegen niet eng. Ik heb alleen 1 keer meegemaakt. Of natuurlijk, ik heb wel vaker meegemaakt dat er turbulentie was. Maar ik heb 1 keer meegemaakt bij Cuba. Toen hadden we echt een hele enge vlucht. En aan de ene kant denk ik, als ik dit dan ga vertellen, dan gaan mensen voor eeuwig bang zijn om te vliegen. Maar ik kan het op zich wel vertellen, maar onthouden, dit was toen bij mij. Dat betekent niet dat elke vlucht zo gaat. Ik bedoel, ik heb denk ik al... zeker 40 keer gevlogen of zo. En dit was de enige keer dat het echt zo eraan toe ging. Het was namelijk zo. Wij vlogen terug van Cuba naar Nederland. En toen op een gegeven moment kwam er dus wat turbulentie. Nou, dat is normaal. Weet je wel, turbulentie, dat gebeurt. En je hebt ook de Bermuda driehoek. En dat is altijd een beetje onrustig daar. De piloot die ging omroepen. Nou, turbulentie, maak je gordel vast, blabla. En toen werd het steeds erger. En ze wilden dus net op dat moment eten opdienen. We waren geloof ik 3 of 4 uur aan het vliegen. Toen kwamen ze met die karren eten. En toen op dat moment vloog alles soort van omhoog. En nou, het werd ineens helemaal chaos. En toen was het, oh, blijf in je stoel zitten. Ja, nou, het kan gebeuren. Dat is gewoon vervelend. Ik heb het ook eens een keer gehad dat er zo'n flinke turbulentie kwam toen ik eten op mijn dingetje had. Dus toen vloog het eten weg. Nou, doe je eten, weet je. Dus... kan gebeuren. Maar nu was het dus ook met die car en alles en helemaal gedoe. En toen riep ze op een gegeven moment om. Nou, de turbulentie is zo erg. U mag absoluut niet meer opstaan, niet meer naar de wc gaan. De karren met eten, die gaan nu weg. En blijft u vooral zitten. Nou, toen werd er omgeroepen. Het eten is niet meer goed, omdat dit dus gebeurd is. Dus helaas hebben we geen eten meer. Lekker dan op een vlucht van 10 uur of zo. En toen was het... bing, 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 bing. Toen zei de piloot... iets van bla 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 bla. Code hupplepup. Ik had eigenlijk moeten onthouden wat het was, dan kon ik het googlen. Maar hij zei code hupplepup. Toen stonden alle stewardessen op en ze renden semi-paniekerig naar de voorkant van het vliegtuig. Met z'n allen. Gewoon boef. Nou, en toen was iedereen echt een beetje van wat is hier aan de hand? Waarom is het zo
Nou, dus hij rende en toen gebeurde er iets. En even later werd er dus omgeroepen. U kunt absoluut niet meer uw stoel uitkomen. U kunt niet naar de wc gaan. De stewardessen en de stewards kunnen niks meer voor u doen. Nou, dat klonk echt als... Ik weet niet, de manier waarop hij zei, we kunnen niks meer voor u betekenen. Echt op die manier. En nou, toen heel gek. Er kwam een soort van... Ondertussen zat iedereen helemaal zo. En natuurlijk had je dan gillende baby's. En ondertussen, je voelde gewoon nadat dat bericht er was, dat er een soort van stilte over het hele vliegtuig viel. Iedereen zat daar. En echt zo'n soort van sereen moment van, nou dan gaan we met z'n allen dood nu. Kijk je wel, het was echt zo raar. Vooral omdat die stewardessen zo renden naar voren en dit en dat. Nou, en het werd echt op het punt dat je gewoon... Dat je denkt, weet je, make it stop, please. Het gaat al zo lang door. En ik moest plassen, iedereen moest plassen. Want er stond eruit bij de wc, maar die moest heel snel terug naar hun stoel. En nou ja, en het werd dus steeds erger. En tussendoor ging dus op een gegeven moment, inmiddels was er al een uur voorbij. Ging die piloot, die ging toen tussendoor dus ons updaten wat er aan de hand was. Toen zei hij, dus turbulentie en we zijn aan het kijken wat er aan de hand is en bla bla. Nogmaals, u kunt niks doen, u kunt ons niet roepen, wij kunnen u niet helpen, u kunt niet naar de wc en het enige wat we kunnen zeggen is blijf gewoon op je plek zitten. Het was echt, ik weet niet, het was een beetje onwerkelijk en het is niet dat ik het nu dramatischer maak dan het is, want zo ging het echt. En op een gegeven moment riep hij dus om wat er aan de hand was. Wat gebeurde er dus? Wij zaten vast met 9, dus met in totaal 10 vliegtuigen, zaten vast op één plek. In een soort iets van een kolkachtig ding. En daar kwamen we niet uit. En daar waren we dus zeg maar rondjes in aan het vliegen en de andere 9 vliegtuigen ook. En niemand kwam eruit. En toen hij dat zei, het klonk ook echt zo van, ja, nou dan is straks de kerosine op en dan is het klaar, weet je wel. Het was echt een nachtmerrie gewoon. En toen zaten we daar maar. En elke kwartier updaten die ons. Dat was wel heel erg fijn. Dus dat hij zei, nou, nu hebben we dit gehoord. Nu hebben we dat gehoord. Blijft u gewoon zitten. Wij kunnen niks doen. Hoe lang heeft dit geduurd? 4 uur. En 4 uur lang. Het werd ook steeds erger. Dus dan dacht je even. Dan ging het zo. Weet je wat? Het was gewoon echt de ergste nachtmerrie wat mij betreft. Wat ik heb meegemaakt. En vooral toen ze zeiden, we kunnen niks helpen. En ik dacht op een gegeven moment echt, je weet wel, 4 uur je plas inhouden. Ik dacht, ik plas gewoon in mijn broek straks. En toen dacht ik, zou ik dan mensen echt in hun broek plassen? Zo, weet je, omdat mensen op een gegeven moment paniek begonnen te krijgen. En wat gebeurde er? Dus na 4 uur was het ineens echt bam, 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 boem. En toen was het van, nou, dames en heren, echt, je hoorde gewoon dat het zweet hem uitbrak. Dat hij zei, dames en heren, we zijn weer geland. Of, we zijn weer geland. We vliegen weer normaal. En u kunt wel even naar de, u kunt naar de wc, dit, dat. Nou, echt, je hoorde dat. En toen mensen echt gewoon renden naar de wc, de hele lange rij. En tussendoor, toen ging het, begon het dus weer. Toen was het ding, 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 sorry, nee, we moeten weer gaan zitten. Weer. En even later konden we dus weer gaan. En ik hoorde mensen zeiden, ik dacht, het is klaar, we zijn dood nu, weet je wel, het is gewoon klaar. En toen kwamen we aan in Nederland en toen, echt staande ovatie in het vliegtuig. Iedereen echt, toen we landden, het was echt gewoon best wel een beetje, best wel heftig. En toen bleek op het moment dat wij vlogen, was dus die komeet toen in Rusland gevallen, weet je wel. Dat door de ozonlaag was gegaan, dat was precies op dat moment gebeurd, dus... Waarschijnlijk had dat er iets mee te maken. Maar het was zeker niet de leukste ervaring ooit met vliegen. En ik was ook echt daarna. Ik kwam een soort van aan in Nederland. En het was echt zo van... Het was best wel eng. Maar toen was van nee. Gewoon volgende keer gewoon rustig vliegtuig instappen. Gewoon doorgaan. Want als je daarna bijvoorbeeld nooit meer gaat vliegen. Dan kan dat ervoor zorgen dat je er heel bang voor wordt. Althans bij mij. En dit was heel eng. Maar goed. Dat was dan de ergste ervaring. Wauw, lang verhaal. Goed. Wat vinden jullie van vliegen? En hebben jullie wel eens zoiets meegemaakt? Of heb je, vertel jullie vliegverhalen. Ik ben benieuwd. Goed, mijn verhaal duurde eeuwen. En ik zie dat er best wel wat tijd voorbij is. Dus ik ga dit er weer afwassen. En eigenlijk één grote vraag. Vliegen, hoe vaak vlieg je? Heb je zulke dingen meegemaakt? Wat vind je van vliegen? En wat voor verzorging doe jij met vliegen? Doe jij ook de voormasker? Of doe je een crème op? Of wat dan ook? Laat het achter bij de comments. Ik heb het masker eraf gehaald. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het ziet er gelijk al een stuk... zachter uit, voelt ook veel zachter. En het liefst doe ik nu eigenlijk niet echt iets op.
Ik probeer crème te vermijden, want het is al heel erg gevoed nu. Maar bijvoorbeeld make-up en zo, het liefst niet. Ik moet het eigenlijk wel, ja, ik moet me wel even opmaken. Maar ik probeer op zulke soort momenten gewoon minimaal te doen. Gewoon een klein beetje BB cream, hooguit mascara. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Of, nee, ik hoop niet dat jullie het eng vonden. Waarom heb ik dit verteld? Oh my god, oké, maakt niet uit. Nou, ik zie jullie snel weer. Doeg! Oh, en voor ik het vergeet, wat ook heel mooi staat, is om deze voorste plukjes, een paar dan, zo half los